Donne van Deekman, heeft Sparta afgelopen vrijdag de slechtste wedstrijd van het jaar gespeeld? Slechtste wedstrijd, ja. Ik ga het erover zeggen. Het was niet best. Maar was de slechtste? Tot nu toe wel. Ja? Ja. Wat ging er toen niet goed, wat er tegen Os beter gaat? Ja, de ruimtes waren veel te groot. We liepen achter de feiten aan. Willem II was daarentegen heel slim aan de bal. En die zagen de gaten. En die hebben dat goed voor elkaar. En toen werd in de afloop gezegd dat Willem II misschien wel verder is dan Sparta. Deel je die mening? Misschien wel op dit moment. Maar ik denk dat het seizoen heel lang is. En nog een goede weg hebben te gaan. Ja, en nu zit jij sinds kort op de bank. En dan moet je vanaf de bank toekijken naar zo'n wedstrijd. Dat lijkt, op de bank zit het sowieso niet leuk, maar als het zo slecht gaat. Of denk je juist van nou, als het zo slecht gaat, dan kan ik misschien wel aan spelen toekomen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is een beetje dubbel natuurlijk. Want je vindt ook dat het team ook zonder mijn deelname gewoon goed moet functioneren. En het was dus niet het geval. En daarentegen is het wel natuurlijk een kans die je hebt als wisselspeler om in te vallen. Ja, dan val je een half uurtje in, maar het heeft niet geleid tot een basisplaat tegen Os. Is dat logisch? Heb je er begrip voor? Ja, wat kan ik erover zeggen? Gewoon de waarheid, je gevoel? Ja, iedereen was op dat moment niet best. Dus niet alleen op mijn positie. En dus ik begrijp wel waarom de trainer daar nu weer voor heeft gekozen. Wat heeft hij gezegd dan, waarom jij momenteel op de bank zit? Ik had de afgelopen weken extreem veel last van mijn Achillespees. En ik kon daardoor mijn kwaliteit niet laten zien. En de jongens die kloppen ook natuurlijk op de deur. En die krijgen ook een kans. Dus ik ben hard op weg om hem weer terug te knokken. Had je op meer krediet gerekend? Dat je gewoon die basisplaats had behouden? Ja, krediet. Ik ben natuurlijk gestart in de basis. Maar ik denk dat het ook ten nadele is van het team als ik me niet 100% kan inzetten. En we dan eigenlijk met 10,5 man spelen. Dus dat hoort er ook bij. Zou je dat nu weer wel kunnen? Ben je weer 100% fit? Ik ben 100% fit, ja. En tegen ons toch op de bank? Ja, klopt. Ik ben niet zo lang fit. En ik denk dat de spelers, tenminste een kleine Pietertje, wel nog een kans mag krijgen van de trainer. Ja, voorlopig krijgt de kleine Pietertje Langendijk wel de voorkeur boven de iets oudere Donne van Deekman. Klopt. Nog wel, wou je zeggen? Ja, nog wel. Ik sta langs het trainingsveld, dan praat je met wat mensen en die zeggen allemaal, joh, ik mis bij sommige spelers van Sparta wat beleving. Ze noemen ook jouw naam daarin. Hoe zie jij dat? Hebben ze gelijk of ben jij gewoon een speler die dat misschien wat minder uitstraalt? Nee, ja, beleving. Net wat ik zeg, als ik met een blessure loop, ga ik niet lopen lachen en dat soort dingen. Dus ik denk dat het een beetje te maken heeft met hoe je persoonlijk in je vel zit. En ja, na zo'n wedstrijd tegen Willem II, denk ik dat niet iedereen daar even blij mee was. Ja, nu staat morgen Os voor de deur. Dus ik denk dat het er wel af gaat stralen. Ben je normaal gesproken wel een speler dat als het goed gaat, dat je, ja, jullie noemen dat shine, hè, geloof ik. Ja. Ben je normaal een speler die wel shined als het goed gaat? Ja, zeker. Dat kan je wel aan mij merken, ja. En aan vele jongens hier, hoor.